Zorgpersoneel spreekt in enquête van wantoestanden in heel veel verpleeghuizen. Ondervoeding, het is mensen die niet verschoond worden. Mensen die niet fatsoenlijk van top tot teen meer gewassen worden. En verder in het nieuws vandaag. Ex-president Mubarak van Egypte, vrijgesproken van moord. En in Denemarken pakken ze jihadstrijders heel anders aan dan bij ons. Goedenavond. Iedereen weet van wantoestanden in verpleeg- of verzorghuizen. Maar nu heeft ook het zorgpersoneel zich uitgesproken in een enquête van de bond Abfacabo. Bijna 4000 werknemers die nemen daarin geen blad voor de bond over ongelukken, ondervoeding, mismanagement. Wij wisten als Abfacabo FNV al heel lang dat de werkdruk in de verpleeghuizen ontzettend hoog is. Dat daardoor de kwaliteit van de zorg vaak onder druk komt te staan. Maar dat bijvoorbeeld 3/4 van de zorgverleners zegt, ik heb gewoon onvoldoende tijd dagelijks voor mijn bewoner. Ja, ik schrik daar opnieuw van. Ja, aanleiding voor die Abfacabo-enquête was de discussie die werd aangejaagd door de 82-jarige Ben Oude Nijhuis. Toen hij op televisie de wantoestanden aan de kaak stelde, herkenden heel veel mensen zich in zijn kritiek. Maar hoe structureel zijn die problemen? Uit de enquête van het personeel blijkt dat er in veel huizen te weinig mensen werken met alle gevolgen van dien. Samen hebben ze bijna 60 jaar ervaring in de ouderenzorg. Zij in een verpleeghuis in Den Haag, hij in Amsterdam. Martien en Anja willen over hun ervaringen vertellen, zonder direct hun organisatie in diskrediet te brengen. Ze herkennen het beeld dat uit de enquête naar voren komt. Waar ik het meeste zorgen over maak is dat die ouderen niet meer de zorg krijgen die ze eigenlijk echt nodig hebben. Of in ieder geval onvoldoende die zorg krijgen. We zijn tegenwoordig met zoveel andere dingen bezig. Dan moet je denken bijvoorbeeld aan het bestellen van incontinentiematerialen, aan het bestellen van voedsel voor de mensen. Want dat werd vroeger door de keuken gedaan, dat doen wij nu zelf. Ruim 70% heeft vaak te maken met onderbezetting. Meer dan de helft moet daardoor iedere dag wel eens cliënten langer dan een uur alleen laten. Dat gebrek aan aandacht leidt tot frustraties en soms zelfs conflicten. Dat mensen elkaar verbaal en non-verbaal, dat is dus lichamelijk aanvallen of juist alleen maar met woorden aanvallen. Vechtpartijen ook. Vechtpartijtjes of scheldpartijen. Andere gevolgen die zorgmedewerkers veelvuldig noemen zijn valincidenten, geen of verkeerde medicijnen toedienen en ook ondervoeding of uitdroging. Ik zie veel mensen 's nachts rondlopen en heel vaak hebben ze gewoon honger. En zitten ze gulzig een aangeboden boterham op te eten. Ze hebben dorst, er wordt veel gedronken 's nachts. Hoe kan dat dan? Ja, die mensen krijgen om 1 uur of 5 in de middag krijgen ze hun laatste boterhammetje en daarna is het op. En vaak gaan ze vroeg naar bed en krijgen ze dus gewoon niks meer. En toch, ondanks onderbezetting en mismanagement vinden ze het een prachtig vak. En hopen ze dat de ouderenzorg in Nederland beter wordt. Aan de andere kant staan hun werkgevers. Die zijn verenigd in de overkoepelende organisatie Acties. En daar valt die personeelsenquête slecht. Alleen maar roepen dat het grondig mis is, heeft geen zin. Wij krijgen om de paar dagen een meldpunt, een zwartboek of een enquête en een petitie. Ik denk dat het tijd wordt om te gaan werken aan oplossingen en aan mogelijkheden. Ik kan dit wel weer met allerlei andere voorbeelden staven. We hebben net 60.000 medewerkers zelf laten interviewen door een onafhankelijk bureau. Maar zegt u nou eigenlijk dat de reactie van 4000 zorgmedewerkers een beetje stemmingmakerij is? Nee, dat zullen reacties zijn van die 4000 mensen. Dan zijn er weer 60.000 mensen die wij hebben geënquêteerd. Het heeft weinig zin. Maar neemt u ze wel serieus? Het heeft weinig zin om een wel eens niet eens verhaal te maken. Waar het nu om gaat, je kunt niet elke 3 dagen, dat doe ik al de afgelopen weken, reageren op een meldpunt en weer een zwart boek. Het gaat erom van wat gaan we er nu aan doen. En de brancheorganisatie zoekt naar slimme oplossingen. De staatssecretaris Van Rijn, hij komt volgende maand met nieuwe maatregelen. Levenslang had Hosni Mubarak, dat was de vroegere president van Egypte, omdat hij zou hebben laten schieten op demonstranten tijdens protesten tegen zijn bewind in 2011. Maar die strafzaak tegen Mubarak moest over. Dat bepaalde een andere rechter. En vandaag kwam de verrassende uitspraak. بعدم جواز نظر الدعوة الجنائية استودع أرض الكنانة وشعبها عندما لا تضيع عنده الودائع ورفعت الجلسة
Ja, vrijspraak dus voor de Egyptische oud-president die bijna 4 jaar geleden werd verjaagd. Dat gebeurde tijdens de Arabische Lente. En toen brak in veel Arabische landen een opstand uit tegen autoritaire machthebbers. Hosni Mubarak vandaag in de rechtbank. Een oude, breekbare man. Maar 30 jaar lang is hij als president onaantastbaar. Als een dictator regeert hij Egypte. Politieke tegenstanders, zoals de moslimbroeders, worden met harde hand onderdrukt. Begin 2011 breekt een opstand uit tegen zijn regime. De demonstranten eisen zijn hoofd. Mubarak reageert met de beproefde methode. Maar dit keer wint Mubarak niet. Binnen enkele weken is het gedaan met zijn regime. De oud-president moet voor de rechter komen wegens corruptie, machtsmisbruik en de dood van honderden demonstranten. Maar uiteindelijk is die aanklacht voor moord nu dus vervallen. Tot woede van zijn tegenstanders buiten de rechtszaal. Maar ook de aanhangers van de oud-president roeren zich. Na afloop wordt Mubarak teruggebracht naar het ziekenhuis. Vrij is hij niet. Er lopen allerlei rechtszaken tegen hem. Zo is hij ook veroordeeld wegens corruptie. Ja, eens even doorpraten met Midden-Oosten-correspondent Sander van Horen hierover. Hoe kan dat nou, vraag je je af? Eerst veroordeeld, nu vrijgesproken. Ja, op zich kunnen twee verschillende rechters natuurlijk tot een ander oordeel komen. Maar tussen vrijspraak en levenslang, het is nogal een groot verschil. En als je dan ziet dat tegelijkertijd in Egypte tegenwoordig tegenstanders van de regering of gewoon journalisten wel voor jaren in de cel belanden, ja, dan lijkt er meer aan de hand te zijn. Ja, is dit dan een politieke uitspraak, denk je? Officieel is de rechtspraak in Egypte onafhankelijk. Maar ook zonder directe politieke sturing op de rechtsgang kan een proces politiek worden. En dat kan bijvoorbeeld doordat een rechter een mening heeft. En deze meneer die heeft het zichzelf wel heel erg lastig gemaakt door in zijn vonnis op verschillende punten te suggereren dat hij eigenlijk wel blij is dat die revolutie van 2011 ongedaan gemaakt is. En daarmee heeft hij in elk geval het vonnis politiek gemaakt. Mubarak dus vrijgesproken vandaag. Hoe valt dit in Egypte, denk je? Ja, er wordt op dit moment trouwens wel op verschillende plekken gedemonstreerd, maar grote aantallen zijn het niet, omdat tegenstanders dus wel in de cel belanden. Maar er is eigenlijk iets veel belangrijkers. Voor de gemiddelde Egyptenaar is er sinds Mubarak 4 jaar geleden aftrad nogal wat veranderd. Het is onrustig in Egypte, het is onzeker, het is onveilig en daardoor zit de economie compleet aan de grond. En de problemen die dat allemaal met zich meebrengt, die zijn voor de gemiddelde Egyptenaar natuurlijk veel tastbaarder, veel belangrijker dan de straf die Mubarak krijgt. Dankjewel voor je uitleg, Sander van Horen. Het komt er nu op aan voor de VVD. Dat zei Mark Rutte en dat zei hij op het VVD-congres in Amsterdam vanmiddag. Want de partij doet het slecht in de peilingen. Dus het campagnebudget voor de Provinciale Statenverkiezingen is meer dan verdubbeld nu. 1 miljoen trekt de VVD ervoor uit. Geen spanning en geen onrust bij de VVD vandaag, maar er is wel onzekerheid over de uitkomst van de Provinciale Statenverkiezingen begin volgend jaar. Na jaren van bezuinigingen hoopt de VVD daar nu de vruchten van te plukken. Wat ik niet wil, is dat we dit weer omver laten trekken. Dat we dit op de een of andere manier laten slopen door andere politieke partijen. Dat mag echt niet gebeuren. Wij moeten dit met elkaar vasthouden en ervoor zorgen dat de VVD weer de grootste partij voor Nederland wordt. 51 miljard bezuinigen. Denkt u dat de kiezer daar blij mee is? Nee, daar is geen enkele kiezer blij mee, maar wel met het uiteindelijke resultaat. Want nu er dus de economie toch weer aantrekt, komen er ook meer banen. En daar is de kiezer wel blij mee. Zal de kiezer u ook belonen? Ja, dat gaan we zien. Ik hoop het natuurlijk wel. Want het spant erom of de coalitie, zelfs met hulp van D66, ChristenUnie en SGP, nog wel een meerderheid behaalt in de Eerste Kamer. Stug volhouden, dat is het devies voor de VVD. Maar vooralsnog wordt de partij daar niet voor beloond. Want in de peilingen staat de partij er weinig florisant voor. En Mark Rutte, partijleider, hoopt dat volgend jaar het beter zal gaan als de economie aantrekt. We hechten bij iedere verkiezing belang aan een goede uitslag. Maar nu meer dan ooit?
nogmaals, dat zou ik niet willen zeggen. Bij iedere verkiezing spant het erom, gaat het erom. Wil je als partij natuurlijk, wil ik dat de VVD zo sterk mogelijk eruit komt. Maar nu is die zo essentiële meerderheid in de Eerste Kamer in het geding. Ja, ik denk niet in die termen. Ik denk in de termen dat ik met Nederland in gesprek wil over het feit dat het nu beter gaat. Met een campagnebudget van 1 miljoen euro hoopt de VVD de kiezer daarvan te overtuigen. De brandstofprijs blijft dalen. De prijs aan de pomp is in 3 jaar tijd niet zo laag geweest. De adviesprijs voor benzine is onder de 1,70 euro per liter gedoken. En ook de prijs van diesel gaat naar beneden. De oorzaak van die lagere brandstofprijzen is de dalende olieprijs op de wereldmarkt. Deze zomer kostte een vat ruwe olie nog meer dan $110. En vandaag was dat $70. De staatsloterij heeft de beveiliging van het loterijsysteem niet op orde. En dat moet binnen 3 maanden verbeteren. Dat is een eis van de kansspelautoriteit. Die begon in september een onderzoek omdat er aanwijzingen waren dat een aantal trekkingen niet volgens de regels was verlopen. De paus Franciscus heeft gebeden in de beroemde Blauwe Moskee in Istanbul. Tijdens een bezoek aan Turkije werkt de paus aan beter begrip tussen religies. De grootmoefti van Istanbul leidde de paus rond. De moskee is een van de hoogtepunten van de Ottomaanse bouwkunst. En Franciscus kreeg uitleg ook over Koranversen. En daarna gingen de mufti en de paus in gebed. Naast elkaar. En ze waren gericht naar het oosten, naar Mekka. Het Vaticaan had het bezoek aan de moskee op het laatste moment nog toegevoegd. En zo kon Franciscus respect tonen aan de moslimwereld. Een prachtig resultaat. Zo noemen de samenwerkende hulporganisaties het bedrag dat is opgehaald gisteren voor de bestrijding van ebola. Het volgende bedrag. We komen uit op een bedrag van 7.411.839 euro. Het is gelukt. Ja, helemaal goed. Dat is dus net geen 8 miljoen, maar dat kan nog wel lukken. Dat is het voorlopige resultaat van de actie Stop de ebola-ramp. En storten op Giro 555 kan nog steeds. Steeds meer gemeenten vinden dat ook illegale recht hebben op bed, bad en brood. Dat is precies wat staatssecretaris Teven niet wil. De gemeente Eindhoven gaat nog een stap verder. Daar vinden ze dat illegale ook begeleid moeten worden. Uit onderzoek blijkt dat begeleiding goed werkt. In de rij voor leefgeld, €45 per week. Het Eindhovense vluchtelingen in de kluil doen wat ze kunnen, maar moeten veel mensen wegsturen. AWA wordt nu wel geholpen, na 4 maanden op straat. All the people that wants to help you, mostly are men, and they want something from you before they can help you. So to get that kind of help here is really, really important to me. To get a place to stay, they give me a place to stay, and every week they give me allowance so that I'll be able to eat and take care of myself. Ja, wat je toch wel ziet is dat mensen meerdere jaren van de ene plek naar de andere moeten. Mensen die zwaar getraumatiseerd zijn, mensen die uit mensenhandelssituaties komen, mensen die verkracht zijn, mensen die echt niet terug kunnen, ja, mensen die gewoon volledig in de knel zitten. Bed, bad en brood alleen zijn niet genoeg, aldus de vluchtelingenorganisatie. Begeleiding is minstens zo belangrijk. Zonder begeleiding kun je geen toekomstperspectief creëren. Soms zijn er in de asielzaak dingen fout gegaan, is er niet genoeg tijd geweest om dingen uit te zoeken. Dat kan er mogelijk zijn. Het kan ook dat mensen het eigenlijk wel terug willen, maar tijd nodig hebben om dat voor te bereiden. En ook daar kunnen wij bij begeleiden. Uit landelijk onderzoek bij organisaties die illegale helpen, blijkt dat de helft van de mensen perspectief kan worden geboden. Bed, bad, brood en begeleiding. Een meerderheid van de Eindhovense gemeenteraad steunt de motie waarin dit wordt gegarandeerd. Zelfs de VVD-fractie. Het belangrijkste daarin is dat de staatssecretaris een andere verantwoordelijkheid heeft dan een raadslid in Eindhoven. Mensen die niet terug kunnen, die komen altijd in gemeentes terecht, dus ook in Eindhoven. En dan heb je de keuze of ze echt volledig uit beeld te laten verdwijnen, of dat ze zich kunnen aansluiten bij een organisatie zoals Vluchtelingen in de Knel. Met de beslissing van de gemeenteraad hoopt de organisatie meer mensen op te kunnen vangen, zoals Jimmy. Hij heeft nu een dak boven zijn hoofd en hoopt op meer succes in zijn nieuwe procedure. Ja, staatssecretaris Teven is niet blij met dat Eindhovense initiatief, maar hij wacht eerst op het standpunt van zijn Europese collega's over hulp aan illegalen. Nederland pakt teruggekeerde jihadisten hard aan, maar in Denemarken doen ze dat juist helemaal niet. In Aarhus staat een leger hulpverleners voor extremisten klaar als ze terugkomen. Veel islamitische jongeren uit die stad, Aarhus, die vertrekken naar Syrië. In Denemarken zijn de mensen ook bang voor aanslagen, maar toch is er veel steun voor die zachte aanpak.
Een ontmoeting tussen de leiders van de meest beruchte moskee van Denemarken. Er wordt aangenomen dat jongeren hier worden opgeroepen om naar Syrië en Irak te reizen. De voorzitter van de moskee ontkent dat en wil laten zien dat hij niets te verbergen heeft. Intussen laten de jongeren zich helemaal niet zien. Ze willen niets met de media te maken hebben. De voorzitter vindt dat terugkerende jihadisten goed behandeld moeten worden. Maar om hele andere redenen dan de meeste Denen. Die zijn dat die halal in goed arbeiden, dat die hulp volk. Alle jihadisten die terugkeren naar Denemarken, die krijgen hulp aangeboden. Dat kan zijn met een opleiding, werk of een woning. Maar ze krijgen ook mentale begeleiding. En de man die daarvoor zorgt, die werkt hier in dit instituut op de universiteit. Dat is de jihadpsycholoog. Jeg prøver ikke at ændre deres kernen i deres religiøse og deres politiske opfattelse. Det vi prøver at ændre og hjælpe dem med at ændre, det er den måde, de prøver at realisere deres religion og realisere deres politiske kritik af samfundet på. Vi prøver at hjælpe dem med at tænke i ikke voldelige baner, i ikke radikaliserede baner. De hoop van de strategie is dat jongeren deradicaliseren. Maar tegelijkertijd leeft de angst voor een nieuwe golf van vertrekkende jihadisten. Pal naast de moskee ligt deze overdekte markt. De verkopers vertellen dat ze zich zorgen maken over hun kinderen. Iedereen kent wel iemand die naar IS-gebied is vertrokken. Mijn onkel hier, mijn reisassurio's, die waren 200 maanden. Ik die bijlien, die begonnen als ik. De eerste resultaten van de aanpak zijn hoopgevend. Dit jaar vertrok maar één jongere vanuit Aarhus naar Syrië. We gaan kijken naar het verdere weekend weer, want het was een waterkoude zaterdag. En morgen, hoe wordt het dan, Gerrit? Ik denk dat morgen ook gewoon koud aanvoelt en ook trouwens de dagen na morgen. Want we zitten toch in een periode waarbij het wat winterser aanvoelt, gaat aanvoelen. Het is natuurlijk nog herfst, maar dat duurt niet zo heel lang meer. En dan wordt het toch wel tijd dat de winter aanbreekt. Maar je zou het niet zeggen als je dit ziet, want dit is de haven in Goes vandaag. Daar waren mooie blauwe luchten, ook wel wat hoge bewolking. Maar in ieder geval, het was wel koud, maar het leek in ieder geval wel mooi. Dit is het noorden van het land, daar was veel bewolking. En daar worden de ijsbanen al onder water gezet. Terecht natuurlijk, gebeurt altijd in deze tijd van het jaar. Maar voorlopig kunnen we die nog niet gebruiken in de zin van ijs of zoiets, dat zal nog wel wat tegen gaan vallen. Wat we wel mee te maken hebben, dat is lage druk boven het Middellandse zeegebied. Daar is het nog steeds bar slecht weer. In Spanje, in Frankrijk, vooral in Zuid-Frankrijk, zijn grote delen overstroomd. En dat is voorlopig nog niet voorbij, want het lage drukgebied blijft daar actief. Hier het hoge drukgebied waar wij van profiteren, waar wij tenminste dat koude weer van hebben. Nou, als we eventjes verder kijken in de tijd, hier moet ik dan natuurlijk eventjes drukken, dan zien we. Nee, dat gaat natuurlijk helemaal niet goed. We gaan gewoon even terug. En dan gaan we eventjes hier kijken. Want dat wilden we bekijken. Ja, kijk hier het lage drukgebied. Dat blijft gewoon daar, blijft het actief. Betekent forse buien morgen in Zuid-Frankrijk en ook later in Noord-Italië. Maar dat gaat eigenlijk pas maandag een grote rol spelen. In ieder geval voorlopig daar slecht weer. Nu naar het weer bij ons in de buurt. Het is koud, daar begonnen we al mee. En ook vannacht wordt het frisjes met in het binnenland al een paar graden vorst. Daar kan ook wat mist ontstaan, zo her en der. In het noorden en in het oosten, daar zijn toch wel behoorlijk wat wolkenvelden die binnendrijven. En daar hebben we morgen ook mee te maken. Morgen, dan zitten daar wolkenvelden. In de rest van het land in eerste instantie wat zonnige periode. Maar in de middag, dan krijgen we bewolking in het westen van het land. En het is niet helemaal uitgesloten dat daar eventjes wat regen gaat vallen. Verder temperaturen van 2 tot 6 graden, het koudst in het noordoosten. Dan blijft het ook koud met overdag temperaturen die nog iets zakken, een graad of 3. 's Nachts houden we lichte vorst en ook na het weekend blijft dat zo. En dan later gaat de temperatuur weer iets naar een graad of 5. Maar toch, nou, licht winters, mogen we het wel noemen. Tot over het NOS Journaal van 8 uur. We begonnen met de uitkomsten van een enquête onder zorgpersoneel. Ongelukken, ondervoeding in verzorgingshuizen zijn geen incidenten. Advocabo FNV hield een onderzoek onder bijna 4000 leden. Dan was het heel graag tot straks in Nieuwsuur. Dat is om 10 uur op NPO 2. En voor nu wens ik u een heel fijne avond.